Jacques Dekker stapt uit Ronde Venenbelang nadat hij tijdens een ledenvergadering hoorde dat hij op de kieslijst op nummer 7 stond. In een open brief schrijft Dekker dat hij besloten heeft dat er geen toekomst voor hem meer is bij de politieke partij, omdat de normen en waarden ver te zoeken zouden zijn. In zijn brief schrijft Dekker dat hij halverwege de algemene ledenvergadering van de partij een naar onderbuikgevoel kreeg. 25 januari stap je de algemene ledenvergadering in. En dan zie je, er was een scherm gemaakt, daar zie je 4 agendapunten. Nou, daar moet eigenlijk nog kascommissie bij, er moet een jaarverslag bij. Dat was er niet bij en dat vond ik al een beetje vreemd. Nou ja, de 3 punten worden doorlopen en toen zegt op een gegeven moment de voorzitter, die zegt, nu gaan we de lijst kenbaar maken zoals het bestuur die heeft samengesteld. Ja, toen stond mijn dochter op en die zei, hallo, dit klopt helemaal niet, want ik ben bestuurslid en ik ben daar niet voor uitgenodigd. En op grond daarvan protesteer ik wel tegen de lijst zoals die hier staat. Dus hij is gemaakt, naar mijn oordeel, door Anko Goldhoorn, samen met zijn vrouw, die is penningmeester, en de voorzitter. Waarom hij op nummer 7 is gezet, weet Dekker niet zeker. Maar hij vermoedt dat lijsttrekker Anko Goldhoorn er iets mee te maken heeft. Totaal niet verwacht, ik bedoel. Ik kan me niet voorstellen wat nou de achterliggende... Ik kan maar één ding voorstellen. Hij werkt niet meer voor Level 45, want dat deed zijn kompion. En hij heeft nog een gulden heb je binnengebracht. En op grond daarvan vertelde de kompion mij dat hij daar niet meer werkte. Dus hij heeft geen baas. Dus ik denk dat hij gokt op het wethouderschap. Nou, hij is me daar lief voor geweest. Ik bedoel, ik heb wel eens een paar maanden geleden gezegd dat hij heel geschikt is voor het wethouderschap. Nou, ik denk dat ik zou het dan nog niet weten. Ronde Venenbelang wilde niet voor onze camera reageren. Maar in een eerder verstuurd persbericht wordt ook geen reden genoemd. Maar wordt alleen gezegd dat de beslissing van Dekker betreurd wordt. Ook wordt het feit dat Dekker de resterende raadsperiode doorgaat als eenmansfractie betreurd. Maar de partij spreekt zijn dank uit voor de inzet en belangrijke rol die Dekker gespeeld heeft voor Ronde Venenbelang. Naar aanleiding van de brief van Jacques Dekker heeft de voorzitter van Ronde Venenbelang een e-mail rondgestuurd waarin geschreven wordt dat niemand bij de partij zich herkent in het feitenrelaas zoals verwoord in de brief. Er is mij wel voor die tijd aangeboden om het voorzitterschap van de partij te doen of lijstduwer te worden. Nou, dan heb ik gezegd, beide wil ik niet. Dus omdat ik vind dat ik nog zo actief ben. En ja, uiteindelijk is de politiek mijn lust en mijn leven. Met mensen bezig zijn, voor mensen dingen in orde maken. Ja, dat vond ik eigenlijk het mooiste wat er was. Ik moet eerlijk zeggen, het zal nog moeilijk wezen dat ik daar nog overheen kan komen. Maar ja, ik kan alleen maar alle kiezers bedanken dat ze zoveel vertrouwen in me gehad hebben. En de move en de koep kan ik niet begrijpen. Maar dat het smerig en vies is, het is gewoon een koep. En waar Jacques Dekker in maart op gaat stemmen? Ja, dat wordt een heel moeilijk verhaal. Niet op Ronde Venenbelang.